Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt bekend dat het Chinees nieuwjaar dit jaar valt op dinsdag 1 februari en met de zondag wordt gelijkgesteld. Onze nieuwsdienst vroeg aan minister Amar Ramadan van Volksgezondheid wat de procedure nu zal zijn met betrekking tot nationale vrije dagen. De bewindsman gaf aan dat de regering vanaf 25 november 2021 is afgestapt van het stellen van lockdowns. De verantwoordelijkheid laat de regering wederom bij de samenleving zelf. 2022 wordt het Chinees nieuwjaar, wordt voor het Chinees nieuwjaar het jaar van de tijger. Een dier dat in de Chinese dierenriem kracht, macht en voorspoed symboliseert.